En zo 0-3 voor de Nederlanders. De reactie van Kortrijk met Garner en 2-3. Switching defense into the guard. En wat nu voor de Kortrijk dan? Oh, dus nog een keer dat gebeurt. Ah, oh, jammer genoeg werd het niet af. Maar het is wel dat Den Helder juist de problemen in transitie. En dat nu Den Helder ook scoort. En telkens zo'n zee van ruimte, waardoor vrije doorgang naar de korf. Bij Den Helder een bekende naam. Van der Vuurst. De broer van. De broer van. Ik heb hem nog niet zien spelen, dus ik ben wel benieuwd. Jammer, een goed 3-punt shot. Die had het snel moeten gaan, inside. Oh, en, mooie play, ja. Pick and roll. Mathieu Koeken is terug van weg geweest. Eerste speelminuten in maanden. Inside, ja, prachtige pas. En op voor front, 17-16. Ja, een goeie steal van Mathieu Koeken. Nu proberen af te werken. Heel... Ja. Zie dat kan snel gaan. Wat kan Den Helder nog in het slot van deze eerste periode? Ja, goed blok van Atkinson. Ja, dan moet je mannetjes als Burton en Perry inside laten spelen. Ja. Zoals Den Helder dat nu ook doet aan de overkant, hè. Ja, Atkinson. Mathieu Koeken, daar is Burton, de man van Burton, de eerste helft. Wordt getrapt, ik krijg natuurlijk open shots, de weak sides, ah, prachtige play. Voilà, daar moet je mee naartoe, hè. De bezoeker ziet van op afstand blijven proberen en met succes deze keer. En zo blijft Den Helder in de wedstrijd, 27-25. Voilà, inside. Wie gaat met de voorsprong de rust in? Even de 5-0. Kan eventueel beter worden. Voilà, daar is hij al. Officieel heet de nummer 15 bij Den Helder James Loul. Maar op zijn shirt staat wel degelijk James. Terug sterke drive. Goed op de grond. Heel sterke defense, nu rebound. En ja, dat is het grootste verschil nu. Het wordt gewerkt in defense. En de afwerking 5-0 en de duim ook van coach Noemans aan de zijlijn. En terecht, van Kortrijk is heel heel goed gestart aan de tweede helft. Nu weer inside afgewerkt. Prachtig, een backdoor. Heel schitterend gedaan eigenlijk. Goeie defense wel. Zeer duidelijk gevraagd om meer inside te spelen. Maar echt wel van treppen. En het resulteert in een goede defense, een goede fastbreak en easy baskets. Alsjeblieft. Kortrijk is echt als team nu goed verdedigen. Ze hebben er gewoon geen antwoord op. Nee, weer een balverlies. Het vierde al in het tweede helft. En punten blijven komen. En de Kortrijkse jongens die de voorbije weken achter zich laten met een mooi derde quarter. Ja. Met Brussel, nu lukt alles. 2-3, de bal houdt heel lekker rond, maar blijft op de 3-puntlijn. Terug op de 3-puntlijn. Beetje behekst vandaag, die 3-puntlijn, maar de steal. En Perry. Ja, die bal gaat binnen ook. Geduld, steen is onder. En dan die extra pas en dan de score pass, van Seppi Despalier. 2-3 zone.
dat zou kunnen gedaan zijn. Anders vrees ik een beetje voor dat, dat ze zeker niet met een wedstrijd gaan komen. Nee, ik denk dat wat op is daar bij Den Helder. Af en toe nog wat spelbeprikjes. Maar Kortrijk blijft scoren. De Spalier gaat naar binnen en werkt het ook mooi af. Ongelooflijk. 23 punten voorsprong en daar zijn de Spurs opnieuw. Flitsend in het derde kwartier. En nu met de bom van Koeken. Jawel, heel goede leiding. Ondertussen is James Jimbo Lul met de 5 fouten van het terrein bij Den Helder. Ja, enig scorend vermogen bij Den Helder. In de breedte meer spelers en met lengte kunnen hebben. En dan Brussen die goed verdedigt en de bal terug in de Kortrijkse rangen brengt. Heel mooi punt. En de driepunter. Allemaal welkom hier, zou ik zeggen, in de lange munten tegen... Dat is een zege die kan tellen en meteen ook een statement dat er met dit Kortrijk zeker nog rekening moet gehouden worden. Een balverlies. Mooi dunk. De eerste helft was eigenlijk absoluut ook niet goed. Veel te veel balverliezen, veel te veel open shots gemist.